Om een check te activeren moet je eerst ingelogd zijn. Heb je nog geen inloggegevens, maak dan eerst een account aan. Op elke check staat een unieke activatiecode. Deze code kun je invoeren op de website van EDEDOET. Als je ingelogd bent, staat rechts op het scherm het kader Activeer een check. Hier kun je de unieke activatiecode van je check invullen en vervolgens klik je op Go. De waarde is nu bijgeschreven als saldo op jouw account. Om een overzicht te krijgen van de checks die je geactiveerd hebt, ga je eerst naar je profiel en klik je vervolgens op Geactiveerde checks. In het profielkader, rechts in het scherm, vind je het huidige saldo.